Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de speelronde van de Eredivisie en natuurlijk in Europa. In Europa ging het niet heel erg goed. PSV verloor met 3-1 van Juventus en Feyenoord Bayer Leverkusen werd 0-4. Nu waren er ook nog twee inhaalwedstrijden. Twente won met 2-0 van Heerenveen en Ajax won met 5-0 van Fortuna. En dan hebben we de uitslagen in de afgelopen speelronde van de Eredivisie. PEC Zwolle AZ werd 1-2. FC Utrecht won met 3-2 van Willem II. RKC tegen Sparta werd 1-2. Go Ahead Eagles speelde 1-1 gelijk tegen Ajax. NEC verloor met 1-2 van Heracles. Heerenveen Groningen werd 2-1. Almere verloor met 0-5 van FC Twente. Feyenoord wist met 2-0 te winnen van NAC. En Fortuna Sittard PSV werd 1-3. Dan hebben we de ranglijst. PSV staat nog steeds bovenaan met 18 punten. Dan komt AZ met 16 punten. FC Utrecht op de derde plaats met 13 punten. Twente staat vierde met 11 punten. Dan komen Feyenoord, Groningen en Sparta met 9 punten. Willem II op de achtste plaats met 8 punten. Ajax staat negende met 7 punten. Ook Go Ahead Eagles en Heerenveen hebben 7 punten. NEC, Heracles, Fortuna en NAC hebben 6 punten. PEC op de 16e plaats met 4 punten. Almere City staat 17e met 2 punten. En onderaan zonder enkele punten nog staat RKC. Dan hebben we de voorspellers top 8. Milan Lazeri staat nog steeds bovenaan met 57 punten. Dan komt Luc met 55 punten. Rins is flink opgeklommen naar plek 3 met 54 punten. Jarno op de vierde plek met 52 punten. Rohan staat vijfde met 51 punten. Peter op de zesde plaats met 50 punten. En dan komen Amersfoort, Stan en Frederik op de zevende plaats met 49 punten. Rins was de weekwinnaar. Die had echt mega veel punten gehaald. Dus super goed gedaan. Dan hebben we de Europa League wedstrijden die we gaan voorspellen deze week. We hebben als eerste AZ tegen Elfsborg. Dan krijgen we Manchester United tegen FC Twente. En als afsluiter hebben we Ajax tegen Besiktas. En voor de Eredivisie gaan we voorspellen Heracles tegen Heerenveen, Willem II tegen PSV, NEC ontvangt Feyenoord, Sparta op het kasteel tegen Fortuna, PEC Zwolle ontvangt Almere City, dat is een wedstrijd onderin, FC Groningen ontvangt Go Ahead Eagles, FC Twente thuis tegen NAC Breda, RKC in Waalwijk tegen Ajax en AZ ontvangt FC Utrecht. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering doen? Duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.